Deze metershoge sculpturen zijn gemaakt van papier. En in Coda Museum Apeldoorn zijn vanaf maandag nog tientallen kunstwerken te bewonderen die gemaakt zijn van papier. Want daar draait het om tijdens de tentoonstelling Coda Paper Art 2017. Dit is de 8e editie alweer. Iedere 2 jaar maken we een tentoonstelling waar papier en karton in de hoofdrol is. Dus het materiaal zetten we in de hoofdrol. En ja, dat zit er. Een enorme variëteit is er te zien. Tijdens de tentoonstelling is het werk van ruim 30 kunstenaars uit binnen- en buitenland te zien. Een aantal van hen maakte speciaal voor paper art nieuw werk. Onder wie de Apeldoornse Vienna Romané. Ik spaar dus data uit kranten en die naai ik vervolgens aan elkaar met mensenharen. Ook dat heeft weer te maken met tijd. Haar groeit. Op het moment dat je het afknipt of uittrekt, dan stopt dat groeiproces. En in mijn werk zorgt het weer opnieuw voor groei. Er is geen thema, maar we zien wel dat actualiteit in de tentoonstelling komt. Dat mensen bezig zijn met dingen als aardgasboringen in Groningen of vluchtelingenstromen. Maar er is ook nog kunst voor de kunst, waar prachtig genieten de hoofdrol is. Oh, ik vind het wel leuk. Verrassend leuk zelfs. Ja, mijn vriendin die heeft mij meegenomen hier naartoe. En eigenlijk ben ik helemaal niet van de kunst en dergelijke. Maar ik ben wel verrast van ja, hoe ze dat allemaal maken en wat er allemaal achter zit. Dat vind ik wel fascinerend. Het werk van Angela, zeg maar die hangende papierdingen, zeg maar. Die vind ik heel erg mooi. Ik vind het prachtig. Sprakeloos. Dit moet heel veel werk geweest zijn. De kunstwerken van papier zijn tot en met 29 oktober in het museum te bekijken. Op een aantal dagen werkt Vienna Romané tijdens de tentoonstelling verder aan haar project met papierstroken die bezoekers kunnen inleveren.